Medical heeft een innovatieve multidisciplinaire Dynamic Operation Chair voor u ontwikkeld. Een mobiele operatiestoel afgestemd op de wensen van de patiënt en het operatieteam. Om optimaal gebruik te maken van de voordelen van de stoel dienen er meerdere units ingezet te worden. De zitting, rug en voetsteun kunnen afzonderlijk worden ingesteld. De heldere en eenvoudige afstandsbediening maken de stoel makkelijk bedienbaar. De Trendelenburg-positie is voorgeprogrammeerd onder de rode knop van de afstandsbediening. De dock is onder meer uitgevoerd met voetbediening, een transportwiel en een documentenvak. De patiënt neemt plaats in de stoel en blijft daar tot na de recovery. Een geruststellende gedachte voor zowel de patiënt als het verplegend personeel. De anesthesist haalt de patiënt op en na de introductie rijdt hij de patiënt in de dock naar de anesthesieruimte. Het vijfde elektrisch in te schakelen middenwiel geeft de stoel optimale rij-eigenschappen. Door volledig gebruik te maken van de optimale mobiliteit van de stoel wordt een belangrijke besparing van tijd gerealiseerd in de operatiekamer. Het operatieteam kan zich rustig en efficiënt voorbereiden op de volgende operatie. Tijdens de operatie zit de chirurg op een modern vormgegeven Triple Max chirurgenstoel. De hooglaagverstelling en de remmen van de Triple Max kunnen worden bediend via de hand- of voetbediening. De stoel is zeer stabiel en verstelbaar in elke positie. Hij vormt een perfecte combinatie met de Dynamic Operation Chair. De chirurg neemt plaats op de Triple Max en brengt het te opereren oog in focus door de positie van de stoel aan te passen. Zowel de Triple Max als de dock hebben een elektronisch remsysteem, wat optimale stabiliteit verzekert gedurende de gehele procedure. Na de operatie zet men de stoel weer in de transportstand en wordt de patiënt naar de recoveryruimte gereden. Operatie geslaagd. We have increased our turnover in patients that we do on a daily basis with approximately 30%. We've been very happy with all the flexibility that is given to the patient in terms of comfort for their position. And the same has been true for the anesthetist that uses chairs also to give the local block. The chairs have also been used for patients that need general anesthesia for doing phakic intraocular implants. One of the big advantages is that we can just position the patient in the seat and then move him around through our whole center from the recovery room to the operating surgery and after the surgery again back to the recovery. So this makes it very easy for all the parties involved in ocular surgery like the anesthetist and the ophthalmologist to work with this system. De technische kwaliteit, de stabiliteit en de gebruiksvriendelijkheid geven de verpleging en het operatieteam de mogelijkheid om de patiënt centraal te stellen. Juist het gebruik van meerdere stoelen resulteert in een belangrijke besparing van tijd en kosten. Modern design en ultiem gebruiksgemak geven deze stoel een aangenaam karakter.